Een hele goede middag. Wij lopen hier momenteel rond hier in Breda. Nee, we lopen niet, we staan stil. Staan stil nu, dat is ook waar. En waarom zijn we hier? Ga jij het vertellen? We hebben hier zo net iets besloten. Ja. Ja, we gaan op vakantie. Ja. We hadden het al een beetje lang mee ons hoofd, maar we hebben nu echt ook wel de knoop doorgehakt. We gaan dus naar Orlando opnieuw. Yes, keileuk. Het kan nog wel even duren hoor. Ja, ja. Maar toch, we hebben nu alles nog eens goed bekeken en zo. En ik denk dat er wel van gaat komen uiteindelijk. Toch? Het is toch wel semi-officieel zo. Ja. Dus ja, dat komt allemaal, ja, ja, komt er allemaal aan. We kunnen alweer zo terug beginnen met zo te dromen over alle Disney-magie. Hey, dan gaan we vliegen. Hè. En een lange vliegtuigrit. Ja. Waar ik... vliegtuigrit. Waar ik niet helemaal zeker voor ben dat ik wel zo... Maar daar niet echt af gaan zeggen van... Lange vliegtips mogen nu binnenkomen, want dat hebben we nu vanaf nu echt al nodig. Hey, voor ons, niet voor ons, vatten we mee, maar wel vooral voor onze Jules. Ja, toch wel. Dus we hadden het er eigenlijk al heel lang. We hadden het er onderling al best wel een tijdje over, maar we zouden heel graag nog een keertje Disney World gaan bezoeken. En ja, onze Jules is nu nog altijd op eigenlijk het punt, of jij mij trouwens ook nog, dat hij dus ook nog gratis op onze schoot kan dus maybe, gratis is het eigenlijk niet. Nee. Voor een klein bedrag kan hij op onze schoot dan meevliegen. Anders is het een volledig ticket. Ja, een volledig ticket. Dat scheelt toch wel een paar honderden, 6000 euro. Ja. Dus, ja. We hebben nu nog een klein voordeel. Maar zo klein is hij ook niet meer. Nee, ons voordeel is toch ook al een serieus pakske voordeel geworden. Ja. Ja, maar dan, dus we gaan dus richting Disney World opnieuw. Yeah. Dat is toch alweer even geleden. We hebben er toch al een keer gevlogd. Ja. En dan nu op, dus weer opnieuw met ons Jules erbij. Daar ook twee leuke waterparken. Golfterrein, maar denk ik nu niet dat we echt gaan doen. Golven. Ja. Maar ja, wel ketof. Dus, we gaan er iets leuks van maken. Maar dat is alweer. Dit is echt nu voor de eerste keer dat we zo ver op voorhand. Meestal doen we dat last minute. Maar nu met Jules en zo en achterover moeten we zeker zijn. Hebben we het dus voor de eerste keer in ons leven, denk ik, een reis ver op voorhand. Dan is niet waar. Japan hebben we ooit nog verder op voorhand geboekt. Ja, dat is er bijna een jaar op voorhand. Maar nu is het toch ook wel. Het is toch moeilijk ver op. Het is lang. Het is lang om Het is naar uitkijken, dat is niet lang, dat is leuk gewoon. Kom, ik denk dat we nu terug richting de auto moeten, want onze kleine voordeel hier. Ja, we gaan nog wat gaan eten. Ja, die begint een beetje wat lastig te worden. Ja. En de buggy beetje... die zit ook weer volgeladen. Ja, helemaal stap. En extra spullen die ze in Nederland hebben en in België niet. Ja. Dus zoals goed luistert, is in België tegenwoordig een heel groot probleem. Ja. Verschillende merken die zijn uitverkocht in België, dus dan moeten we het maar in Holland gaan halen. In Nederland verkocht, dus we hebben één keer eventjes gedaan. En nu terug iets te gaan eten. Maar ik zeg, de zon schijnt fel. Ziezo! Klaar! We zijn van de ene kant naar Breda, maar de andere kant. Nu zitten we echt in het centrum van Breda. En hier gaan we iets eten. Ja. Mensenlief, ik ben ook wel een beetje... Hij krijgt heel veel informatie. En vandaag hebben we zoveel dingen gehad van waar willen we slapen? Waar gaan we aan overnachten? Wat gaan we doen met de vluchten? Slapen en overnachten hetzelfde. Ja, hoe gaan we alles doen? En met de valiezen en zo. En het is met overstappen zelfs, met de vluchten, als we het zouden gaan doen. Laten we zeggen dat 90% zeker is dat we het gaan doen. Maar het zit in mijn hoofd en ik denk dat het er niet meer gaat uitgeraken. We moeten nog het uiteindelijk ook echt gaan boeken. Betalen. Maar het is toch... we hebben heel veel ideeën opgedaan. Ik denk dat... we gaan er nog een keer even... Echt even op babbelen. Moeten, een nachtje doen we slapen. Ik denk dat het in orde komt. Hé, Jules? Ja. Hé, Jules? Zie je dat zitten? Jules? Zie je dat zitten? Ja, het gaat. Hallo. Kom, let's go. Rust. Ja, eigenlijk is dat wel erg. Jenner zit nu aan het klagen van alle prikkels in het reisbureau. Ja, maar toch. Omdat we een reis zullen boeken. Dat is gewoon een luxe. Ik zeg niet dat dat geen luxe is. Ik zeg alleen maar, je moet zelf maar eens een reis boeken. En dan weet je wat dat is. Dat is van, en hoe gaan we daar geraken? En is dat dat is ook waar. Is dat allemaal? En dan nog eens de verantwoordelijkheid ook van een baby natuurlijk. Hè. Dus dat hebben we ook nog een keer. Ja, want daar weet ik zelf nog niet. Wat een gekke lift. Dat is iets, dat komt toch op ons af. Dan gaan we dan wel weer moeten regelen. En met de baby. Wat? Er zit de lift? Dat is de bovenkant. Dat is de bovenkant. Daar gaan we niet op staan, hoop ik. Dat leek zo wel, hè? Ja. In Holland hebben we altijd van die rare bouwsels of zo. Zeg, maar een parkeerkaartje heb jij, hè? Ik zal dat nu geven. Dat is eigenlijk iets dat Julien altijd beheert in ons villa. Voilà. Ik vraag me soms af, hoe gaan mensen met een rolstoel, want daarvoor worden die liften gemaakt, hoe gaan die hier comfortabel inrijden en uitrijden? Ik vind me niet echt gemakkelijk. Naar boven, hè. Ja. Oké. Ga niet naar de kelder, hè. Nee. Let's go.
Alright. Nee, maar ja, misschien snappen de mensen mij ook wel een beetje. Allee, er komt veel op u af. En ik denk ook wel, moesten wij met ons tweetjes reizen. Oh, iets makkelijker. Rijk. En dan ga je, ja, als je met twee reist, dan... Allee, wat ik altijd deed met Jolien, als je met twee reist, dan neem je toch ook altijd gewoon de goedkoopste oplossing. En dan maakt het ook allemaal niet uit. De goedkoopste kamer, zeiden we altijd. En de goedkoopste manier om er naartoe te gaan. En ja hoor, doe maar gewoon het goedkoopste. En hoeft geen eten bij te voorzien op vliegtuig en zo die dingen. Maar nu zou het er zelfs gewoon bij zitten. Maar nu zou het erbij zitten, ja. Maar nu denk je daar ook gewoon anders over na. Wil je eigenlijk gewoon die comfort wel er allemaal bij, omdat je met Jules zit en dan moet het echt wel gemakkelijk gaan. Wasmachine ben ik ook. Wasmachine op de kamer. Allee, zo die dingen allemaal. Daar dachten we vroeger allemaal niet over na. Maakt de reis natuurlijk wel ook weer een beetje duurder. Maar langs de andere kant, dat is dan ook weer een stress dat wegvalt. Ja. En als je dat kunt afkopen, met andere woorden, dan is dat weer een geruststelling. Ja. Ja. En zijn die dingen allemaal die op je afkomen? En ja, het is toch een andere manier heel van reizen veel, dan voor veel reizen. Heel veel vragen, heel veel antwoorden, heel veel informatie. En ik denk dat we wel eigenlijk al 98% van dat overtuigd zijn. Misschien dat we... Ik zeg net 90, maar ik ben toch al 98% goed, overtuigd. Maar je kunt het eigenlijk ook alleen maar zeker weten wanneer dat je uiteindelijk ook de tickets in je handen hebt en dat je alles betaald hebt. En dat. Dus in principe weten we nu nog niks. Hè. Ik weet zelfs eigenlijk nog altijd niet of dat die vluchten ook allemaal wel doorgaan. Want het is nog ver op voorhand. Hè. Het is voor in de maand mei. Best nog wel even, hè. Ja, dat is waar. Een luxe probleem hebben wij, weet je dat? Dat zijn luxe problemen, ja. Kijk. Ja, dat is waar. Zo heeft eigenlijk iedereen wel een probleem. En we kiezen daar ook eigenlijk zelf voor, want we kunnen even zeggen, we doen het niet, we blijven gewoon eigenlijk thuis. Wat zeg je? We kiezen daar ook eigenlijk zelf voor, we kunnen even zeggen, want we doen het niet, we blijven gewoon eigenlijk thuis. Ja, dat kan ook. En dan hebben we al die stress, al die dingen eigenlijk niet. Nee, hè? Maar anderzijds, we houden er heel erg van om toch wel de wereld te gaan ontdekken, veel leuke reisjes dat te maken. Dat is niet helemaal waar Disney wat je nu zegt. Allee, alles wat we nu gaan doen, hebben we ooit al eens gedaan. Ontdekt. Ja, ja. Dus het is niet dat we daar een nieuwe wereld gaan ontdekken. Allee, er zijn een paar nieuwigheden op de parken wat we zouden willen bezoeken. Dat dan weer wel. Ik bedoel gewoon de ervaring weer met ons als gezin. Maar het is niet dingen om niet ontdekken. Het is een plaats waar we ooit al eens zijn geweest. Met de kinderbij, het gaat anders zijn. We gaan het op een andere manier ervaren, maar het is geen nieuwe dingen ontdekken. Het is vooral, een vrolijk mannetje bij je. Het is vooral, wij gaan er graag op uit. Dat eigenlijk gewoon vooral. Wat is er? Als je echt dingen zou willen ontdekken, dan zouden we naar Mexico moeten gegaan zijn. Ja, hè? Want daar zijn we nog nooit geweest. Eigenlijk graag, maar maar het is uiteindelijk toch nu Disney World geworden. Disney World Orlando geworden, met als hoofddoel Disney World. En dat is weer heel erg leuk om naar uit te kijken. Er zijn ook duizenden fansites waar ik nu weer op kan surfen en onze reis een beetje plannen. Ja. Restaurantjes al op voorhand boeken, want daar moet je snel mee zijn in Disneyparken. En zo die dingen allemaal. Hè. Ja. Komt er allemaal aan. Ja, ik denk dat het toch gaat worden. En, hoeveel procent voel jij het nu al? 96% is zoiets. Ah ja, ik had al 98, dus ik ben al een beetje meer overtuigd. Hij zit al in een verder stadion dan mij. Ja. Nu wil ik eten, ik heb honger. Ja. En om het te vieren en om in de stemming te komen, gaan we nu naar een restaurant, een Mexicaans restaurant. Dat is iets wat we trouwens ook heel veel doen als we in Orlando zijn. Ja, we hebben heel veel Mexicaans gegeten, hè? Ja. En nu doen we dat ook weer. Een heel gezellig Mexicaans restaurant. Jay en ik zijn hier als, toen we pas samen waren, zijn we heel veel op date geweest. Ja, weet je? Ja. En dat is eigenlijk al lang geleden. Het laatste waar. Zo vindt het ook leuk. Lekker, hè? Kijk eens waar die chippies op tafel staan. Smakelijk, hè? Smakelijk, liefje. We zijn weer terug thuis. Jeno is nu Juleke in zijn bedje aan het leggen. We hadden hem nogthans in Breda een pyjamaatje en een nachtluier aangedaan. Maar eigenlijk, en meestal doen we dat dus wel s'avonds, als we dan toch nog met de auto nog moeten rijden, dan geven we Jules een nachtluier en een pyjama aan. In hoop, als hij dan toch blijft doorslapen, dat we hem gewoon zo in zijn bedje kunnen leggen. Maar dat is dan maar één keer gelukt. En nog niet zo vaak dan. Maar toch, we vinden het ook gewoon fijn als we dan toch thuis komen, dat we niet helemaal nog moeten gaan omkleden. Het is dan toch één keer al eens een keertje gelukt. En blijkbaar, want ik had op Instagram ook eigenlijk gepost, zeggen heel veel mensen dat het beter gaat naar lang als je kindje ouder wordt. Dus zullen we wel zien zeker wat dan bij Jules ook zo gaat zijn.
Maar in ieder geval, hij ligt nu in zijn bedje met Jeno. Trouwens, zo laat is het nog niet. Het is nu net... Even kijken. Net 8 uur. Dus nog niet zo laat was het ook nog niet. Maar ja, toch wel ook gewoon fijn. Nou, het heeft ook al een kort dutje wel gedaan. En ja, nu gaan we gewoon een beetje... Ik ga dan een beetje rustig aan doen. Zij was ook nog bij mijn mannen eigenlijk. Ga ik ook gewoon een tijd in mijn bedje gaan. Ik ben best wel weer boe. Het was ook wel ja, een drukke dag vandaag. Allee. Oh, sorry. We hebben de hele dag rond aan het wandelen geweest. En aan het doen geweest in Breda. Dat is toch wel vermoeiend eigenlijk. Zo, zeker ook nog een beetje al die spanning en al die dingen van die reis. Onze luxe probleem, zoals ik daar straks ook al heb gezegd. Dus ik ga dus nu ook gewoon hier deze vlog afsluiten. En morgen zien we heel graag weer. We zijn morgen ook gewoon weer opnieuw thuis. Want we zijn deze vrijdagen niet op pad. Dus we zijn gewoon thuis. We gaan gewoon weer iets leuks doen hier in de buurt of hier... Hier rondom ons huis ergens iets of vouwen voeden. Wat eigenlijk precies weet ik nog niet, maar dat zie je morgen in de video. Heel graag, tot morgen. Ciao!